Hallo en welkom bij deze leerfilm van de Veiligheidsregio Utrecht, afdeling vakbekwaamheid. In deze film nemen we je mee langs de basisprincipes brandbestrijding. De vereenvoudiging van de hernieuwde kijk op brandbestrijding. Het is een voorbereiding op wat nog komen gaat op een later moment na de coronacrisis. We kennen allemaal die momenten waarop het maar net goed ging of niet goed ging. Iedereen weet dat we veel kunnen aflezen aan de rook en andere signalen die we zien als we aankomen bij een brand. De vraag is alleen, doen we er ook wat mee? En doen we dat dan bewust of doen we dat onbewust? De basisprincipes brandbestrijding helpen je om bewuster te kijken naar wat er aan de hand is en daar je besluiten op te nemen. Voordat we je meer vertellen over die basisprincipes, is het wel goed om even te kijken of je nog weet hoe het zit. Want wat was ook weer RSTV? Rook, stroming, temperatuur en vlammen. En hoe zat dat ook weer met die brandfenomenen? Flashover, backdraft, ken je ze nog? En wat te denken van de brandregimes? Want wanneer was een brand nou ook alweer ventilatie gecontroleerd? En wanneer was die brandstof gecontroleerd? En wat was ook weer die stiekeme derde? Ondergeventileerd? Weet je niet meer precies hoe het zat? Kijk dan in de studieroute in de ELO die wij voor je hebben gemaakt over de basisprincipes brandbestrijding. En pak daarna de draad van deze film weer op en dan weet je weer precies waar je het moet plaatsen. Veel succes! Het constant maken van de juiste keuze is bepalend. Die ene seconde. Dat ene moment. De kracht van gewoonte is groot. De kracht van de juiste keuze is groter. De melding. De concentratie. Het overwegen van de inzet. Het overdenken van de oude principes. Het doorspreken van de nieuwste methodes. We vechten niet alleen tegen de brand, tegen ons instinct. Zelfs in het heetst van de strijd. Midden in de adrenaline. Sta stil bij je keuzes. Stop en denk na. Deze keuze maakt het verschil. Met de basisprincipes van brandbestrijding proberen we een draai te geven aan het denken tijdens de verkenning. Denken van buitenaf in plaats van binnenuit. Zoek de brand. Daarmee is niet gezegd dat een offensieve binneninzet zoals wij die kennen de slechtste is. Dat kan nog steeds de beste zijn. Maar door van buitenaf te denken, doen we dat niet meer gedachteloos. En kan het zijn dat we veiligere en effectievere tactieken niet meteen uitsluiten. Er zijn 5 basisprincipes. En die nemen we stuk voor stuk nu met je door. Basisprincipe 1. Neem meer tijd. Oftewel, stop en denk na. De brand wordt bij deze nieuwe tactiek als het ware op pauze gezet. Alle ramen en deuren worden dichtgehouden zodat er geen extra zuurstof bij de brand kan komen. De brand wordt van buitenaf onderzocht en vervolgens geblust. En het voordeel is dat het pand niet afgebrand is. Het heeft zich beperkt tot een smeulbrand die relatief makkelijk uit te maken was. Wat betekent dat nou voor de schade uiteindelijk? De rook- en roetschade heb je sowieso met dit soort branden. Maar de waterschade, we hebben heel weinig water gebruikt. Dus ook dat is een voordeel.
basisprincipe 2. Doe een buitenverkenning met als doel de brandruimte van buiten te vinden en de brand van buiten te blussen. Basisprincipe 3. Beantwoord 3 vragen. Weet je waar de brand zit? Is die brand van buitenaf bereikbaar? En heb je voldoende koelend vermogen? Als het antwoord op een van deze 3 vragen nee is, dan is de voorspelbare afloop dat de brand niet van buiten kan worden geblust en het gebouw wordt opgegeven. Het zal afbranden. Uiteraard is dit een wat eenvoudige voorstelling, vooral als er ook nog gered moet worden. Maar het gaat erom dat we van buiten naar binnen denken. Bij de brandontwikkeling kan het ons helpen om een deur te sluiten daar waar het kan. Toepassen van deurmanagement levert ons tijdwinst op om de juiste beslissing te nemen. Basisprincipe 4. Bij een klein gebouw, zoals een woning, of een gebouw met kleine ruimte, met voldoende koelend vermogen, is onder voorwaarden een offensieve binneninzet mogelijk. Basisprincipe 5. Schat het potentiële brandvermogen in en zorg dat je genoeg koelend vermogen hebt. Gebruik daarvoor de vuistregels voor het potentiële brandvermogen. Dit was in een notendop wat je moet weten van de basisprincipes brandbestrijding. Zoals al gezegd is het daarmee nog niet klaar en komt de afdeling vakbekwaamheid zeker nog in een later stadium in detail hierop terug. Wil je in de tussentijd al meer weten? Kijk dan in de studieroute BB08 basisprincipes brandbestrijding. Behandel na deze film eerst de modules die horen bij je functie. Als je dat hebt gedaan, ga je naar de map documentatie en lees je de verhandeling over de hernieuwde kijk op brandbestrijding. Klik daarna op de link van de basisprincipes brandbestrijding. Je komt dan op een pagina van het IFV waar dieper wordt ingegaan op deze stof. Als laatste kun je de toets doen om te zien of alle stof bij je binnen is gekomen of dat je misschien iets nog een keer moet doorlezen. In de tussentijd danken we je hartelijk voor het kijken. We hopen jullie de komende tijd op deze manier digitaal toch van allerlei dingen te kunnen voorzien.